Mijn naam is Bas Bloem, ik ben hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC, helemaal gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. En ik wil graag benadrukken dat de ziekte van Parkinson de snelst groeiende hersenziekte ter wereld is. Het is ook een van de meest akelige aandoeningen om te hebben. Het goede nieuws is dat er allerlei doorbraken in het verschiet liggen op fundamenteel gebied, op toegepast gebied. Maar daar is natuurlijk wel meer geld voor nodig om die doorbraken nu echt te gaan realiseren, zodat mensen met Parkinson en hun families daarvan kunnen gaan profiteren. Helaas komen er heel veel nieuwe mensen met Parkinson bij in een snel tempo. Nou, wat kunnen we doen aan die Parkinson-pandemie, zoals we dat genoemd hebben? Nou, dat zijn een aantal dingen. We moeten gaan proberen die groei in Parkinson af te remmen. En we hebben concrete aanwijzingen hoe we dat zouden kunnen doen. Tegelijkertijd zou je voor de mensen die de ziekte nu al hebben pogingen willen doen om die ziekte af te gaan remmen en uiteindelijk te stoppen. Daarnaast is en blijft het ongelooflijk belangrijk om voor al die mensen met Parkinson betere zorg te leveren. En uiteindelijk is onze droom Parkinson de wereld uit, de genezing. Dat gaat niet vanzelf, er is meer onderzoek nodig. We hebben duidelijk ideeën welke kant we op moeten, maar met uw geld kunnen we die droom nu echt gaan realiseren. Parkinson stoppen begint nu.